Hallo iedereen, welkom in Winter Wonderland. Zien. Moet je kijken. Nooit gedacht dat er hier in Nederland en in België, gedeelte van België, nog zoveel sneeuw zou vallen. Maar het is echt om van te genieten. Zeker nu met de zon vandaag is het echt om te genieten. En ik wilde kort een vlog maken omdat we vroeger dan verwacht zijn verhuisd. Zijn overgegaan van de ene stal naar de nieuwe stal. Vanwege de sneeuw. Want we zouden eigenlijk overgaan op zondag. Maar volgens mij begin die week werd duidelijk dat het zou gaan sneeuwen. En omdat dat toch wel een heel gedoe is en een klein beetje stress oplevert met de trailer en zo, wilden we niet te lang wachten. We wilden zeker niet wachten tot zondag om over te gaan. Dus keken we naar wat de perfecte dag zou zijn om over te gaan. En dat werd dus vrijdag, als ik het me goed herinner. Ja, vrijdag zijn we overgegaan, dus 2 dagen eerder dan verwacht. Heeft een beetje, nou ja, niet echt roet in het eten gegooid. Natuurlijk niet, want het was wel belangrijk dat we overgingen. Maar het heeft wel een beetje mijn planning overhoop gegooid. Maar goed, dat is niet erg. We zijn er. En dit is de omgeving. Als ik het een beetje zo kan laten zien. Beetje moeilijk met de zon. Nou ja, dit is de omgeving en ik sta hier nu een paar dagen en ze kunnen er uiteraard niet uit vanwege de sneeuw. Althans, ze kunnen er even uit, maar niet rijden en meer beweging geven dan normaal. En zeker niet de afgelopen 2 dagen. Vandaag zal het wel weer kunnen, dus ik ga zo meteen wandelen over dit mooie pad hier. Dus nou ja, oh, ik kijk er echt naar uit. Ik laat jullie snel weten hoe het hier gaat en hoe het hier loopt. De mensen hier zijn super vriendelijk, dus dat is echt al heel fijn. Heel aardige mensen en een hele mooie plek. Dus ik ben benieuwd wat er komen gaat en wat ons te wachten staat. Ja, topdag. Oh jongens, ik kan echt niet geloven waar ik in beland ben. Echt niet. Ik ben echt aan het genieten, niet normaal. Laten we hopen dat we de volgend jaar ook nog een keer hebben. Zo'n week gewoon wit en alleen maar sneeuw en vrieskou. Hoewel ik, nou ja, wel een koukleum ben. Maar zolang we bij ons paard zijn, kunnen we lekker daarop warmen. Okay. Ik heb deze weg nu bewandeld. Het is echt zo, ik ga even kijken of ik het kan laten zien. Echt zo'n landwegje. Echt zo'n wandelweg, zo moet ik het zeggen. Het is echt een wandelweg. En ik dacht nu, omdat ze nou minder beweging krijgt in de bak, omdat die bevroren is, dacht ik, misschien kan ik hier even met haar langs wandelen. Het is nu wel nieuw voor haar, dus ik moet een beetje opletten dat ze niet van alles gaat schrikken en misschien uitglijdt. Maar ik dacht, ik probeer het even om te kijken hoe ik het vind om op te lopen, maar het is wel vrij zacht. Dus, zolang ik hier in het midden loop, denk ik, dat zou wel goed moeten komen. Dus dat ga ik zo doen. Oh, ik ben zo blij. Lekker het zonnetje en de sneeuw. Kom op, lijkt het hier op Oostenrijk of wat? Behalve de bergen. Oh. Alright. Oh ja, dat wilde ik ook nog erbij zeggen. Voortaan ga ik 2 video's plaatsen in de week. Dus 1 video over het gedrag van paarden en verzorging, nou ja, wat jullie gewend zijn van mij. En in het midden van de week ook nog een, eigenlijk moet ik zeggen het begin van het weekend, ook nog een vlog. Dus ik hou ook een beetje een soort van, ja, de wekelijkse gang van zaken bij van ons.
en hoe ze het hier vindt en hoe het hier gaat. En ja, dat en wat we gaan doen. En meer de rijtechnische kant ook een klein beetje bijhouden. Dus dat in vlogs. Dat is wat ik wil gaan doen. Dan zijn jullie ook een beetje bij gepraat voor Riley. Ja. Dan ga ik mijn baardje pakken en ga ik even wandelen met ze hier. Yay! Lukt het? Ze zag hier overal paarden en ze hoorde overal paarden, want deze hele omgeving staat echt vol met boerderijtjes, met mensen, paardenmensen. Dus ze zag van alles en ze hoorde van alles. Als je haar gezicht dan ziet, dan vind ik dat je kunt zien dat ze gewoon blij is. Dat ze in haar nopjes is. Dus ik ben blij dan. Als zij blij is, ben ik ook blij. Hier zien jullie de prachtige omgeving waarin ik hier ben beland. De paddock, waar natuurlijk nu nog niemand in staat, maar vanwege de sneeuw. Maar dat komt binnenkort wel. Kijk hoe mooi het hier is. Ik ben zo blij. En dit is eigenlijk het enige wat we nu nog gedaan hebben. Dat is aan de wandel gaan samen en haar loslaten in de rijbak. Die hier nog redelijk oké was om te bewandelen. Maar later in de week werd het echt veel te hard en... Was het echt voorzichtig zijn om niet uit te glijden. Niet alleen voor mij, maar ook voor ons Soraya. Maar ja, goed. Nog even een paar dagen en dan hoop ik dat het een beetje dooit. En dat alles weer normaal wordt. Oh, mijn hemel. Het is ijskoud vandaag. De vorige keer zei ik dat ik zo blij was dat het zo mooi weer was en dat er sneeuw lag. Ik was echt blij. En vandaag denk ik, klaar met die sneeuw. Ik wil weer normaal. Ik wil weer rijden. Ik wil weer trainen. Want de paarden staan nu gewoon echt binnen. En ze gaan een paar uurtjes naar buiten, omdat het niet anders kan. Het is keigevaarlijk. Ja, dus we hebben het gehad na een aantal dagen sneeuw. En ijs vooral, want die sneeuw is niet erg, maar het ijs is vreselijk. Dus we hebben het nu gehad. Hopelijk nog heel even en meer kan ik niet melden. Ik wou dat ik wat dingen kon laten zien wat we zouden doen of wat we zouden gaan doen. Maar we hebben niet veel gedaan. We hebben echt alleen maar de paarden verzorgd en schoongemaakt en zo. En dat is het. Dus, nou ja, helaas. Ik kom volgende week wel weer terug met nieuws. Hopelijk hebben we dan meer gedaan. Het is een beetje gedooid hier. Niks aan te doen. Nou, bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel, tot volgende week. Doei!